Zoek je een minor waarin je vooral veel mag doen en ben je gek op toneel, dan is de minor drama en theater in het onderwijs misschien wel wat voor jou. Het is eigenlijk een hele uitgebreide minor, waar je drie vakken centraal staan. Eén vak dat gaat eigenlijk voornamelijk om de theatergeschiedenis. Daarin ben je heel veel bezig met het spelen en het acteren zelf. Dus echt het drama gedeelte. Dan is er één vak dat is vooral geconcentreerd op het begeleiden. Hoe zet je drama in bij andere mensen? Hoe begeleid je een spel? En het derde vak dat is eigenlijk het werkveld zelf. Dus daar ga je dingen uitvoeren. Dus ja, het is heel veel werk allemaal, maar het is allemaal heel actief, wordt heel goed begeleid en heel leuk om te doen. Wat doet de minor persoonlijk met je? Ik merk dat ik heel erg over mijn eigen grenzen fulltime heen aan het stappen ben en ook steeds meer leer kennen waar mijn eigen grenzen staan en waar ze zijn. Waardoor ik eigenlijk mezelf steeds verbaas en dat is zo fijn. Wat is het leukste van de minor? Nou, de studenten vinden het eigenlijk twee dingen het leukste, ervaar ik altijd. Het zelf spelen, het veel spelen, daar krijgen ze heel veel energie voor. En het persoonsvormende karakter van de minor. Dat ze echt daarna de minor weer hebben, ik weet weer waar ik voor sta, ik weet weer waar ik voor ga. Wat neem je van de minor mee naar je verdere loopbaan? Nou ja, vooral hoe je dramalessen geeft, want dat kan ik toepassen in de praktijk. Maar ook het feit dat je voor groepen staat en dat minder eng vindt dan in het begin. Ben jij net zo enthousiast geworden als deze studenten en denk je dat toneel een toevoeging kan zijn op jouw opleiding? Meld je dan aan voor de minor Drama en Theater in het Onderwijs.